Someone is in a way too good mood. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagavond. Ik ben best wel moe. We zijn om 3 uur vanmiddag geland. Uit LA. En ja, wel moe. We gaan nu naar een kunst, tentoonstelling iets. Ik zal het zo wel even filmen. En daarna gaan we naar de verjaardag van Louis, een vriend van ons. In Iskaya. Maar we zijn allebei in de Maasanne een beetje depressief. Want we hebben net te horen gekregen dat Avicii is overleden. En Sander kende hem. En het is natuurlijk sowieso vreselijk als iemand van 28 doodgaat. Maar ja. Dus sorry, niet de vrolijkste opening. Let's just go. Good morning. Ben ik? Nee, je ziet mij niet. Oh, hier, daar ben ik. Tenminste, je wil me waarschijnlijk ook niet zien. Het is zaterdagochtend. 12 uur. Ik ben koffie aan het maken. Ik had gisteren mijn vlogcamera vergeten. Sorry daarvoor. En ik ben wakker sinds 11. En die ging om 6 uur naar bed. Want Olivia was wakker tot 6 uur. En Olivia en Sander liggen lekker te slapen nog. En kijk eens wie er back is in de vlog. Back in vlogtown. Bibi. Nee, ik ben zo wel. Oh, onze koffie is laatst Duits geworden. Er staat iets in het Duits op. Wat heb, waar heb je mee ontbeten, Bibi? Broodje Nutella. Ga ik een broodje avocado maken? Ik heb zo veel honger. Jij hebt nu steeds honger, ja. Maak dan nog meer eten. Ja. Olly heeft alleen maar stempels van Amerika aan haar paspoort volgens mij. Ik ga even kijken. Ja. Dit is zo cool. Wacht, ik moet ze ook op Insta story zetten. We zagen overal toen ik in LA was. Kom je ook kijken? Zagen we dat iedereen die kluis kreeg van Charlotte Tilbury. En ik heb hem ook gehad en ik wilde hem zo graag openmaken. En Bibi ook. Maar hier is die. Maar hij is een echte kluis. Ik dacht op Instagram dat het zeg maar karton zo'n karton was. Ja. Maar het is letterlijk, kijk, het is oprecht een kluis. Maar alleen, wat is de code? Is dit het? Daar? 5, 2, 3? Ik denk het. Dat is toch bizar? Ja, je moet hem dus echt openmaken. Nee. Wil je ook proberen, Olivia? Ja. Wat zou het zijn dan? Olivia, proberen? Nee, die doet het niet. Wat dan? Oké, okay, Wieps, we denken dat we hem hebben. Ja. Het is de dag dat hij is aangekomen. Wat is het? 12? 12? 04? 18? Ja! Eindelijk! We hebben het zo vaak geprobeerd. Yay. Oh my god. Kijk, oh, wat zit erin? Wat zit erin, kleine babybier? Wat zie je allemaal? Wat zit erin? Olly is echt van, ik ga dit nu uitpakken. Wel echt zo leuk dit pakket. Ja, dat is zo origineel. Ja, ze hebben altijd leuke pakketten. Even kijken. En we hebben een heel leuk zomerpakket binnengekregen van Glamour. Dit is nieuw Glamour. We gaan lekker picknick in het park, zeg ik meenemen. En deze. En what's this? Misschien zit er wel een ding bij, picknickkleed. Ik denk het niet. Maar volgens mij zit de beautyline, of niet? Ja, help me. Help me, sister. Ah, dat kontje van Olivia. Ja. Dat is toch bij jou zitten. Zijn 3 dingen. Ik hoop dat jullie het unbox weer een keer leuk vinden. Ja, dit is een badjas. Ja. Oh, dat is altijd toch? Make-up spiegel. Hoe ziet dat eruit? Okay. Zo, dit is, wat is dit voor een chill pakket? Een veen. En? Een veen? Een elastiekje. Oh, die heb jij echt nodig, hè? En een shopper.
Top. Nou, deze, pak deze dan. Dan gaan we dit in meenemen voor de dingen. En het laatste pakket dat wij hebben is van NARS. Make-up, denk ik. NARS met Erdem. Tenminste, het lijkt op het printje. Ja, dat is NARS Erdem. En onze nieuwe HelloFresh box is bezorgd. We hebben dat natuurlijk een tijdje uitgeprobeerd. En we waren wel tevreden. Dus we hadden dit besteld toen we in Amerika waren. Dus we gaan het denk ik vanavond koken. En Olivia is mijn kaart aan het roepen. Ik ga het even allemaal in de koelkast zetten. Ik weet niet meer welke ik besteld had. Even kijken. Let's see. Ja. Oh, dit zijn de gerechten van aankomende week. Maar deze hebben we niet allemaal. Varkenshaas met orichette. Pad thai met kippendij en roerei. Gele rijst met spinazie. Oh, deze wil ik, zou ik wel willen eten. Ik hoop dat we deze hebben. Gele rijst met spinazie, kokoscurry. 20, 25 minuten. Ja. Dit ziet er echt lekker uit. Top, oké. Nou, ik ga het even in de koelkast zetten, maar ik laat het straks wel even zien als we het gaan maken. Wij hebben boodschappen gedaan. En we zijn lekker in het park. Wat gaan we doen? Wat gaan wij doen? Oh, we gaan eten maken. Met HelloFresh. Maar Olly, ga jij koken? Olly is het er niet mee eens. Nee, maar dat is ons ingrediënt. Dat is ons eten. Je hebt toch ook honger? Geen man, papa. Dankjewel. Zo. Kijk, dit gaan we maken. Gele rijst met spinazie en kokoscurry. Het is zo makkelijk om te maken, omdat de stappen zo makkelijk te volgen zijn. Nou ja. Het staat er echt precies op wat je moet doen. Is het deze zak? Ja, dit zijn precies de dingen die je net kan. Is dit het? Of dat? Ik heb hier alles klaargelegd van een andere dag. Dit zijn eieren. Bobbels, spinazie, rijst. Letterlijk één tomaat. Denk dat we er meer daar. Hé, hier moet één tomaat in. Ja, het is gewoon voor de smaak. Wat ga je doen met die plank, Olly? Maar bouillon, waar is bouillon, man? Die maak je, die bouillon. Van de ingrediënten. Echt waar? Ja. Dit is de curry zelf. Een pizza. Je hebt gisteren pizza op. Oh ja, oké, dat klopt. Maar dit is best wel gezond, toch? Ja, dit is glutenvrij en spierspizza. Niet alleen glutenvrij, maar het is ook lactosevrij. Nee, en het is vegetarian. Ei, rijst. Mama gaat ook helpen met koken en papa ook. Bibi ook? Koken. Ga je ook helpen koken? Ja. Wij zijn aan het koken en het is inmiddels dus 10:00 s'avonds. Jetlag. Hoe voel jij je? I'm with you. Zo energievol. Echt? Tuurlijk. Ik ga maar niet. Ik ben echt aan het instorten. Energiek. Wat vinden jullie van mijn t-shirt? Luister. Er hadden een aantal mensen mij gedm'd van ik word gek want ik weet niet wie het zijn. Dus je hebt zeg maar de four great American designers. Okay. Wie is dit? RL. Zeg nu. Ralph Lauren. In de comments. Wie is dit? In de comments. Wie is dat? Calvin Klein. Nee, niet zeggen. In de comments. En de laatste? Oké, en zo doe je great marketing. Je moet allemaal kijken naar. Er is een serie op Netflix over marketing. Met? Nee, niet met me, maar dit is gewoon de greatest marketing advertisement ever. Als je jezelf wil positioneren, zet jezelf dan direct naast de grootste. De grootste, ja. Absolutely. En Bibi en Olly zijn lekker aan het verven. Olly, heb je dat gemaakt? Olly, heb jij dat gemaakt? Olivia, wat mooi! Ik ben een hervende inkbord. Ik ook. Kijk mij. Wauw. Mooi. We moeten gewoon deze kunst gaan verkopen. Ja. Hey Beppe, hoe gaat het? Goed. Oké, luister. Ik vind kokos zo lekker en curry. Dit is echt een gerecht. Zeg maar, ik heb het wel zelf uitgekozen, maar ik zou zeg maar zelf er niet op komen om te koken.
Nou, want dat vind ik dus ook wel. Kijk, het is wel echt een soort van restaurant level food. Want de layering is echt ziek, man. Je maakt echt 4-5 verschillende voorbereidingen. Hier staat dat. De rijst wordt echt heel bijzonder klaargemaakt in kurkuma en ui. Dan heb je je cashewnoten die je apart maakt. Je hebt een superlekkere knoflook en tomaat met kokosmelk. En dan ook nog eens een keer je spinazie klein maken. En een spiegeleitje op die rijst. Dus knap gedaan hoor, schat. Je moet veel dingen in de gaten houden, maar het gaat tof zijn. Hey, hoe lekker is dit? Kijk nou wat Noor heeft gemaakt. Het ziet er wel heel tof uit, Noor. Seriously. Alleen jij gaat zitten, doe ik hem even opnieuw. Oké, alleen je cashews zijn een beetje aangebrand. Had je die te lang laten staan op de pan? Nee, ik had het pannetje iets doodgezet. Maar het is ook zo moeilijk. I know how it feels, baby. Oh, is lekker? Echt super lekker! Yay! Ga je even zitten? Ja. Wij hebben lekker gegeten. Ik zit wel echt heel erg vol. En zelfs Olivia heeft haar hele bord op gegeten. Dus het was een succes, deze first cooking. En ik heb een code, mochten jullie ook aan HelloFresh willen beginnen. En dat is Queen25. Ik zal anders alles hieronder maar even zetten. En daarmee krijg je 25 euro korting. Dus dan kunnen jullie alvast een paar keer gratis eten. Dat is wel fijn. Ik ga even thee maken. En tenminste, ik ben thee aan het maken. En dan gaan we naar boven. Het is 11:30. En Bibi zal naar bed. Maar ja, Olivia, ik en Sander zijn nog heel erg wakker. Dus ik denk dat we series gaan kijken. En dan een poging tot slapen gaan doen. Ik ging vannacht om, wat was het, 5-6 uur slapen. En ik was om 11 uur wakker. Tenminste, ik was niet wakker, maar toen hoorde ik dingen. En toen dacht ik moet er nu echt uit. Anders dan komt het niet goed. Oh ja, en we hebben vanmiddag de Avicii documentaire gekeken. Op Netflix. Zo erg. Maar goed, ik zal hier niet heel de tijd sad story ophangen. Want daar worden jullie denk ik ook gek van. Maar goed, ik ga naar boven. Ik kan mijn laptop niet vinden. Misschien Sander mee. I don't know. Hey guys, het is zondag. En het is al best wel laat. Ik heb een sport-BH aan. Mochten jullie afvragen. What the heck this outfit is. Mommy! Oh, hi meisje. Gaan we optillen? Oh, ga je mij meetrekken? Gaan we naar... Ben je aan het eten? Kom bij. Ga spelen. Ben je met je Peppa Pig ding aan het spelen? Heb ik schoongemaakt. Oh. Heb je schoongemaakt? Ja. Is oma. Mijn moeder is er. Ja, oma is er. En Sander is PBR Hello Fresh aan het maken. Ja, maar dit is zo leuk. Ik begin nu echt een beetje lol in te krijgen. Ik kan het een beetje moeder erover. Dat is goed. Ik heb hetzelfde ervaring. Die heeft het vroeger ook gedaan. Blijf of jullie werken voor Hello Fresh. Nee, maar kom op, luister. Mama, ik heb een kortingscode voor je. Queen25. Krijg je 25 euro korting. Wat maak je vandaag deze? Varkenshaas? Even uitraden. Ja. Kijk, want het ding is... Als je echt zeg maar goed, echt serieus restaurantachtig wil koken, dan moet je zoveel ingrediënten in huis halen. En dat is best prijzig. Ja. Weet je, want je kan maar, als je bijvoorbeeld knoflook of even, dan kan je natuurlijk niet één dingetje. Dus dit is echt super handig. Ja, als je dit moet kopen, ga je echt handig als je dit moet kopen. Oh, kijk dat! Dan ben je echt oprecht voor geld. Kijk dat! Ja, als je alles zou kunnen gebruiken. Nee, het is veel te warm om mijn jas aan te doen, schatje. Mag ik knuffelen? Zullen we knuffelen met elkaar? Alsjeblieft. Ik snap dat ik reclame kwam maken, maar dat maakt niet uit. Nee, maar het is wel lekker. Gewoon een wat doe je? Maar dit is gewoon een internet. I mean, als je niet weet wat ik nu aan het doen ben, dan heb je echt... Dan heb je echt onder een steen gelegd. Ik heb in ieder geval onder een steen gelegd. Maar het ziet er wel echt zo lekker uit. Ja, let's eat. Maar kijk naar de keuken. Ja, iedereen moet zich wel realiseren. It's gonna be messy. Good morning. Het is maandagochtend. En nu zo smerig lachen, dat is echt... We zijn vroeg uit de veren. Ik vind het niet leuk wat je nu doet. Is gewoon niet leuk. Gewoon jetlagged en dondersmoe. Nee, ik ben wel oké. Mij gaat die straks zo hard inslaan. Ik werd om 7:30 wakker uit mezelf. En toen keek ik op mijn telefoon, toen appte Monica mij. En toen ben ik maar met haar gaan appen. En toen ben ik daar zeg maar wakker van gebleven. Toen dacht ik, ja, weet je... Om 7:30 ochtends? Ja, ik zei, waarom ben je zo vroeg wakker? En stuur ze, dit is mijn nieuwe leven. Dus ik dacht, nee. Nee, dat is wel. Het is goed.
En ze gingen foto's naar elkaar sturen van dat Olly klein was en hoe snel het gaat. En wow. Toen raakte een heel gesprek verzeild. En over, toen zij Olly leerde kennen, was Olly natuurlijk pas een paar maanden. En toen hadden ze over dat het zo bizar was dat ze nu zo'n mens is. En zij stuurde wat foto's van Mason. Dat is echt letterlijk een peuter. Dat is gewoon echt een monster. Dat is echt zo een peuter, ja. Nee, geen monster. Een reus. Een boom van een vent. Een reus, ja. Dat is de vader. Ja. Net als Lars. Hij lijkt ook zo op Lars op foto's die ze stuurde. Olivia slaapt nog en wij gaan iets heel leuks doen. Ik weet niet of Kay het goed vindt dat we filmen. Ik kan heel goed voorstellen dat ze dat niet prettig vindt. Maar we gaan naar Lua toe. Kay, haar kindje heet Lua May Ferreira Teixeira. Hele mond vol. Die gaan we voor het eerst ontmoeten. Die is nu 4-5 dagen oud. Oh my god, fresh. Fresh. Er zijn twee dingen die ik lekker vind. Echt het allerlekkerste natuurlijk in de wereld. Eén is pasgeboren baby's. Het andere is... net gemaaid gras. Shall we herout? Tuurlijk. Wat ben je lief en wat leuk dat je dat zegt. Oh, ja, snap ik wel. Of, nee? Nee, ik zie alleen een rood lampje flikkeren van mijn batterij is leeg. Huh? Doei. Someone is in a bad mood. I'm not in a bad mood. Someone is in a way too good mood. Kijk. We waren naar een outlet gegaan in Palm Springs. Ja, toen hadden we, had ik, en toen ik dit shirt van Bibi gekocht. Ik had dat shirt gekocht. Deze heb ik voor mezelf gekocht. Ik ben er zo blij mee. En toen heeft Sander die aan Bibi gegeven. De witte was voor Bibi en de zwarte voor mij. We zijn bij Kay. Maar hier heb ik wel zin in. Ook. Oh, we zijn weer buiten bij Kay en Diego. Het is zo mooi. Vasthouden en dat was heel leuk. Nu gaat het echte leven weer beginnen. Ik ga naar kantoor. Ik ben op kantoor aangekomen en we gaan weer heel hard werken voor de sieradenlijn. Dit zijn nog wat dingetjes die we nog hebben. We hebben nog wel meer. Ik zal de website onderaan weer linken. En deze natuurlijk, die hebben ook allebei in het goud. En we hebben nieuwe verpakkingen. Ik ga vandaag even alles uitsturen. Kijk. En ik sta deze maand in NC. Hier is Motel. Hey Noor. Ik heb hier letterlijk een getuige. Jij bent een getuige, toch? Ja. Yeah. Noor die vroeg net, lieve Sander. Of zei je niet lieve Sander? Nee, waarschijnlijk niet. Maar je vroeg wel, waar staat de toren van Pisa? En toen zei jij... In Napels. Oh, het is ook echt de andere kant van Italië. En schat, heb je nu ondertussen ook, weet je nu ongeveer ook waar de toren van Pisa staat? Pizza. Waar staat die dan? Pizza. Ik denk van de Google, hè? Nee, maar serieus. Waar staat de toren van Pisa? Het lijkt erop in Pisa. Maar ik wist niet dat Pisa een plek was. Ik ben klaar met werken. En ik ga lekker naar Olivia toe. We gaan vanavond weer HelloFresh maken. We hadden weer geen zin om eten te halen. Dit heb ik aan. Vintage jasje van Escada. Dit Rob Lauren t-shirt, mijn vintage snelriem en mijn Levi's. En mijn Gucci loafers. Dus let's go. Hey Olivia. Wil je een beetje water drinken? Een beetje. Maar, let's drink. Gaan we zo eten? Hoe? Ga jij nieuwe schoenen kopen? Hoi Sander. Dat is papi. Onze keukenprins. Nee. Iedereen zegt dat je bruin bent geworden. Ik? Ja. Wie zegt dat waar? Kay zei dat. En op kantoor zeiden ze het ook. Hoge bloeddruk, schat. Hoge bloeddruk. Van de stress dat ik bij jou ga. Kom je bij mama? Mama optillen? Mama optillen? Niet oud. Waar heb je oud? Dan ga ik een kusje geven. Morgen.
toch gewoon, ja. Hoe dan? Om zonder rotzooi te maken. Hoe dan? Wat voor pannen moet je hiervoor gebruiken? Kijk dan, alles gaat er. Ik bedoel, het is gewoon een grote pan. Aan koken. Een pan? Oh, ik hou mezelf. Vissaus, sojasaus, sambal, bruine bastaardsuiker en één eetlepel. Vissaus. Nou, Stan, wat heb je vandaag voor creatie gemaakt? Oké, dit zijn noedels met kip. Mooi. Dat is een mooi gericht, hè? Of meetje pasta. Oh, niet meetje pasta. Ja, maar dat vindt ze toch lekker ook? Ja, het is makkelijk. Wij hebben gegeten. En we hebben besloten om even naar buiten te gaan. En een ijsje te eten. Ik heb het zo koud. Wij zijn onze avondwandeling aan het doen. Ik heb haar echt letterlijk moeten ontvoeren met bedreigingen van ontslag. Serieus. We hebben ijs gegeten, ik had stage tellen op. Maar kijk, luister, gentlemen, er zijn vast ook wel gasten die dit kijken. Dan zeg je tegen je meisje van kom, we gaan een ijsje halen. En dan zeg je meisje, ah, ik heb geen zin in ijs. Bestel je een ijsje, wie eet het meeste van het ijsje op? Een eigen ijsje. Plus een eigen ijsje? Plus happen van... Dit is zo'n herkenbare man-vrouw situatie. Nee, nee, sorry, ik vind het echt... Zo mooi licht. Mogelijk. We zijn nu een avondwandeling aan het doen. Kijk, hoe mooi met de gele mooie bloemetjes. Zo mooi. Ik ga een bloemetje plukken. Echt super mooi. Wij zijn weer thuis en ik ga ook even de vlog afsluiten voor deze week. Het was misschien niet zo'n coole vlog als LA of Coachella, gewoon thuis. Ik hoop dat jullie dat niet erg vonden. Maar ja, dat is ook live. Dus ja, ik hoop dat het niet al te saai was. Altijd terugkomen met jetlag, dan is het eigenlijk denk ik niet heel leuk om te vloggen. Maar ik denk altijd, ik doe het toch, want dat wil ik ook laten zien. Dat we dan een beetje aan het bijkomen zijn en zo. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie zondag weer.